En die wordt gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof bij afwezigheid van de minister voor Infrastructuur en Waterstaat over de opkoop van boerenbedrijven ten behoeve van stikstofruimte voor Schiphol. Het woord is aan mevrouw Van der Plas van BBB. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Het ministerie van Infrastructuur en Water, INW, wil kennelijk onder boerenbedrijven shoppen om stikstofruimte op te kopen. In dit geval voor Schiphol. Let wel, het is niet Schiphol die het doet, maar het ministerie zelf. En dit blijkt uit de beantwoording van vragen gesteld door de SGP aan de Provinciale Staten van Utrecht. Op dit moment laat het Rijk de pasmelders, de boeren die een vergunning hebben gekregen, die is afgewezen, die aan alle wetten en regelgeving hebben gedaan die nu in de kou staan. Op dit moment laat het Rijk die pasmelders in de kou staan, waardoor boerenbedrijven die volgens de wet hebben gehandeld noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En dit ondanks de toezeggingen van de minister om de pasmelders met voorrang te helpen. Honderdduizenden stikstofuitstotende vluchten vanaf Schiphol mogen zonder natuurvergunning de lucht in, maar een jong boerengezin in Overijssel met 150 koeien wordt gedreigd met 117.000 euro boete per kwartaal als hij zijn aantal koeien niet naar 50 terugbrengt. En vele boeren hangt dit soort dwangsommen boven het hoofd. En terwijl de pasmelders in tranen hun verhaal vertellen aan politici en media, huurt het Rijk wel met droge ogen voor miljoenen euro's juristen in om Schiphol te ondersteunen bij de vele juridische procedures en is nu dus ook nog eens voornemens om zelf stikstofruimte aan te kopen voor Schiphol. Waarom wordt Schiphol door het Rijk van alle kanten geholpen, terwijl zowel deze minister als de minister van INW altijd hebben gezegd dat Schiphol zelf verantwoordelijk is voor de natuurvergunning? En waarom laat de minister van Stikstof, ondanks alle mooie beloften, de pasmelders intussen aan hun lot over? Dank. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter, dank. Ik sta hier inderdaad als vervanger van collega Harbers. En Schiphol Watch heeft inderdaad op zijn internetsite de beantwoording van gedeputeerde staten van Utrecht opgenomen. Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door een lid van de provinciale SGP-fractie. En die beantwoording door gedeputeerde staten suggereert dat het Rijk, INW, ministerie, actief zou zijn in het opkopen van stikstofruimte ten behoeve van de legalisatie van Schiphol. Maar dit is onjuist. INW koopt geen stikstofruimte op voor de legalisatie van Schiphol. Indien voor het verkrijgen van een natuurvergunning mitigerende maatregelen moeten worden genomen, dan moet de luchthaven dat zelf uitvoeren. De provincie heeft inmiddels aangegeven dat zij dit zullen corrigeren richting de Staten van Utrecht. Dus dat ten aanzien van eigenlijk het eerste punt als het gaat om het inzetten van stikstofruimte. Ja, voorzitter, en ten aanzien van het tweede punt, de handhaving van de pasmelders, heeft de provincie Overijssel mij vorige week inderdaad laten weten dat zij geen andere mogelijkheid zien om tot handhaving over te gaan. En dat is verschrikkelijk, want dit zijn mensen die gewoon de dupe zijn. En het is een race tegen de klok, want wat we nodig hebben is stikstofruimte. Dat is echt een race tegen de klok. Ik doe er alles aan om dit op te lossen. Ik ben in direct contact met iedereen die dit betreft en in direct contact met de provincie continu om te kijken wat wij kunnen doen. Want ik wil deze mensen echt niet in de kou laten staan en doe daar alles aan. Mevrouw Van der Plas. Ja, de minister die zegt van dit is onjuist. Dat neem ik dan voor nu voor kennisgeving aan. Ik vind het dan wel vreemd dat dit, dat dit dan wel door de provincie op deze manier gesteld is. Maar het ministerie van INW heeft ook een vacature voor een senior beleidsmedewerker. En in die vacature tekst staat: focus ligt bij stikstof. Samen met je collega's draag je bij aan het vraagstuk hoe te komen tot een natuurvergunning voor Schiphol. Dat is het ministerie, hè? Dat is niet Schiphol. Geen vacature bij Schiphol. Vacature bij het ministerie. Dan denk ik, moet de overheid niet gewoon de vergunningaanvraag beoordelen in plaats van voor Schiphol een vergunning te ritselen? En krijgt elke pasmelder nu ook een eigen ambtenaar? Want dan zou ik gauw een vacature plaatsen om voor elke pasmelder ook een ambtenaar in te huren.
Dank u wel. De minister. Ja, voorzitter, de specifieke vacature van het ministerie INW, dat weet ik niet. Terecht zijn er ontzettend veel ambtenaren dag in dag uit druk voor een oplossing te zoeken voor de pasmelders en de nodige versnelling in te zetten. Dus daar zijn we volop mee bezig en met heel veel ambtenaren daarbij. Mevrouw Van der Plas. Sorry hoor. Het ministerie van INW die gaat gewoon een factuur plaatsen voor een beleidsmedewerker die, en ik citeer, samen met je collega's draag je bij aan het vraagstuk hoe te komen tot een natuurvergunning voor Schiphol. Echt? Ja, ik vind dit niet normaal. Het ministerie hoort een vergunning te beoordelen. Die plaatst gewoon een vacature van, joh, kom bij ons werken en help ons even aan die natuurvergunning van Schiphol. Terwijl de verdorie duizenden pasmelders, boerengezin, ik ben er zondag nog bij één geweest, jong gezin, jonge kinderen, huilend, letterlijk huilend, en de minister weet het, huilend aan tafel zitten, die niet meer weten, en dat is die boer waar ik over spreek, van die 117.000 euro per kwartaal, als die niet van 150 naar 50 koeien gaat. 50 koeien, dan kan je bedrijf gewoon, ja, kan kap. En een ministerie wil graag een beleidsmedewerker die Schiphol gaat helpen. Ik wil daar graag uitgebreide uitleg over. Ik snap dat deze minister dat niet nu kan doen, maar ik wil daar een gedetailleerde uitleg over, want dit kan gewoon niet. En anders gaan we ook voor elke pasmelder een ambtenaar inhuren. Graag een reactie van de minister. De minister. Ja, voorzitter. Mevrouw Van der Plas kan ervan uitgaan dat ik in mijn rol als bevoegd gezag de initiatiefnemer niet help, maar SEC in mijn rol als bevoegd gezag de WNB beoordeel. En dat is hoe ik erin zit en daar zit ik rolzuiver in. Mevrouw Van der Plas vroeg ook of u schriftelijk kunt reageren of later reageren door uw collega vanzelfsprekend over de vacature. Op die vacature. Vanzelfsprekend, ja. Dat zal ik overleggen. Ja. Ja, mevrouw Van der Plas. Nou, dan een laatste vraag. Hier worden, hè, want voor wegenprojecten worden wel boeren uitgekocht. Dat hebben we gezien bij de A15, A27. De provincie Utrecht die meldt ook bij A1, A28, knooppunt Hoevelaken, gaan ze misschien ook boeren uitkopen. En hier wordt dus eigenlijk ammoniak uitgeruild voor NOx. Hè, stikstofdioxide die uit verkeer en industrie komen. Hoe verhoudt zich dat tot wat de heer Remkes heeft gezegd in de hoorzitting? Hij zegt dat het onverstandig is om ammoniak uit de landbouw uit te ruilen met NOx. En ik weet dat het kabinet heeft gezegd dat ze het rapport Remkes volgen. Maar hoe verhoudt zich dat dan? Want de heer Remkes noemt dit moreel juridisch mogelijk, maar moreel onwenselijk. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Woord aan de minister. Ja, voorzitter, op dit moment is extern solderen inderdaad een mogelijkheid. Ik refereer graag naar de motie Grinwis van vorige week. Die heb ik ook heel bewust oordeelkamer gegeven. Ik heb tijdens het debat anderhalve week geleden ook aangegeven dat schotten tussen NOx en NH3 heel erg rechtvaardig lijkt en voelt. Maar dat ik ook zorg wil, of oog wil hebben voor de nadelen, namelijk onze vergunningverlening nog verder, of eigenlijk nog moeilijker te maken, maar vooral ook dat die andersom niet werkt, dat we daarmee dus ook niet vanuit NOx pasmelders kunnen legaliseren. Dus, en daarom hebben we dat onderzoek, dat heb ik oordeelkamer gegeven, en precies op deze punten gaan we dat onderzoeken, precies op die uitruil tussen NH3 en Staan het vervolgvragen NOx. Graag. Kort even.